Oké, ik heb een aantal namen van leerlingen, verdeeld over verschillende klassen. En daar wil ik makkelijk een selectie uit kunnen maken, bijvoorbeeld om een mailtje te sturen of bijvoorbeeld voor aanafwezigheid. Nou, dan heb ik een nieuw tabblad dat heet Overzicht en ik kan nu via een pull-down menu kan ik leerlingen kiezen uit 2A, 2B of 2C, zoals je ziet. Nou, wat ik nu kan doen is vinkjes zetten van degene wie ik wil selecteren. En dan heb ik hier gelijk automatisch de e-mailadressen. Ik kan deselecteren. Laat ik eens naar een andere klas gaan. Ik kan ook alles in één keer kiezen door te slepen en dan op de spatiebalk te klikken. Hoppa, daar heb ik ze. En ook dan kan ik weer deselecteren. Nou, een paar routines samengebracht om dit te kunnen bewerkstelligen. En heb je interesse, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken.